Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. In de vorige vlogs waren we aardappels aan het rooien. Daar zijn we nu even mee gestopt, want we gaan uien rooien. Ik sta hier in een perceel met uien en deze uien zijn nog niet gerooid. Maar met uien rooien doen we iets bijzonders. We halen ze uit de grond en we leggen ze weer op de grond neer. Nou, dat gaan we zo meteen zien als we bij het rooien gaan kijken. Zoals je kan zien staan de uien allemaal nog op rijtjes en moeten we ze nog uit de grond halen. Dus die ui die moet nog uit de grond. Nou, hier ligt allemaal loof. Dit spul. Dat wordt eerst weggeklapt voordat die ui uit de grond gehaald wordt. Hier staan we tussen uien die gerooid zijn, die zijn uit de grond gehaald en weer op de grond neergelegd. En die liggen nu op zwat, zo noemen we dat. Deze uien liggen dus op zwat. Waarom leggen we de uien op zwat? Nou, je zag net dat het loof al behoorlijk afgestorven was. Maar de ui zelf is nog niet helemaal afgerijpt. Dat afrijpingsproces van de ui, dat willen we graag stimuleren. Door ze op zwat te leggen. Dan gaat de wind erover, dan gaat de zon erop. En dan kan die ui verder drogen en verder afrijpen. En nu die ui dus uit de grond is, hebben de wortels geen verbinding meer met de grond. Waardoor het afrijpingsproces van de ui alleen maar sneller gaat en beter gaat. En daarom leggen we ze op zwat. Als we dat doen, dan houden we er ook rekening mee dat het de komende dagen droog weer blijft en het liefst warm weer. Helaas staat er wat onkruid in de uien. Nou zijn dit gladiolenplanten. Die staan er nog van een vorige teelt. Wordt dan ook wel opslag genoemd. Voorop zit de klapper. Die zuigt het loof naar boven en die snijdt het af. Dan achter de trekker. Hebben we de rooier. Een rooias onder de uien door, die tilt ze op. En legt ze op een zwat. Nou is het misschien wel even aardig om het verschil te zien tussen een ui die geklapt is en een ui die niet geklapt is. Dus dan pak ik hier een ui die niet geklapt is. En hier een ui. Die wel geklapt is, leg ik die naast elkaar neer. Hier heb je een ui waarvan het loof geklapt is, deze ui. En waarvan het loof niet geklapt is, deze ui. Dat is ook te zien, er zit al het loof zit er nog aan. Straks gaat de klapper er dus overheen en maakt hij hem ongeveer net zo lang als deze ui. En zo wil ik hem graag zien. Nou, deze uien laten we een paar dagen liggen. Lekker zonnetje erop, windje eroverheen. En dan zien we over een paar dagen hoe het opladen gaat. Inmiddels zijn we een paar dagen verder. Alle uien liggen gerooid. En het heeft geregend. Ik had ineens tijd om naar de kapper te gaan. En die regen is eigenlijk wel een beetje jammer voor het naar binnen rijden van de uien. Want dat loopt nu vertraging op. Maar goed, je hebt het weer niet altijd in de hand. En daar heb je het gewoon mee te doen als boer. Dus we staan hier bij de uien om even te kijken hoe nat het is. En dan niet zozeer hoe nat de uien zijn, maar hoe nat de grond is. En of we eventueel binnenkort kunnen gaan beginnen met het binnenrijden van de uien. Helaas gaan jullie het uien binnenrijden niet nu zien, maar dat wordt de volgende vlog. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende waarin we deze uien naar binnen gaan rijden.